is je negeert het maar een beetje, die woordjes, omdat je bang bent dat je het verkeerd doet. En dat is natuurlijk ook niet goed. Ik zou ze graag willen weten hoe ik het wel moet doen. Wanneer doe je het wel goed? Nou, ze zijn redelijk. Deze is vooral redelijk. Gek. Zo. Doe eens rustig met papa. Goedemorgen, Joep. Weet jij mama lekker wakker gehouden vannacht? Ja. Ga je op mama liggen slapen hier? Ja. En toen op mijn arm? Ja, auw. Ja, toen hebben we arm auw, ja. Niet aankomen, hè? Nee. Wachten. Wachten tot mama terug is, ja? Ja. Mama moet even plassen, ja? Ja. Niet aankomen, hè? Nee. Papa, overleef je dit wel? Nou, ze zijn redelijk. Deze is vooral redelijk. Gek. Zo. Doe eens rustig met papa. Hi! Ik zit in jouw kamer. Mama. Wat doe je nou? Kijk uit. Mama nou weer. Oh, kijk uit met papa. Ah, zielig. Hij is groot, hè? Ja, maar hij is toch zielig? Dan kan hij niet meer ademhalen. Hier gaat het vol. Oh. Ben je paardje aan het rijden, Joep? Paardje rijden? Ja! Gaan we lekker in badje, jongens? Ik heb badje al lekker warm voor jullie, met badschuim. Ja, leg er wel even uit dat ze dit niet bij andere mensen moeten doen, hè? Lukt, mag je nooit bij andere mensen doen, hè? Alleen met papa, hè? Joep! Nou... Ik ben even in het badje. Voor de kinderen dan. Maar ze komen maar niet. Oh, oh, oh. Is het leuk, Jaap? Alles wordt al gesproeid, maar het is zo droog. Ik dacht, ik moet er een beetje bij. Anders kun je er niet bij. Maar goed, ik moet ook niet zoveel zeggen, want ik stofzuig buiten. Zou dit zin hebben? Ja, ik denk het wel. Kijk, hier zit gewoon een besproeiing. Ja, maar tegen de hitte wat we nu hebben is zo on-Nederlands. Ah, zo jammer dat die rhododendron nu uitvalt. Zo mooi. Maar kijk, daar komen al mooie wildbloemen daar achter. Paars en geel en wit. Kijk, dat stukje kan nog. Ja, ik denk dat daar een UFO is geland, ja. Vanaf hier lijkt het echt een UFO. Weet je wat echt gek is? Nou? Het is altijd lekkerder om uit een tuinslaap te drinken. Weet dat iedereen dat ook heeft? Ik denk echt. Nou, ik niet. Jawel, het is heel lekker. Hoezo? Is het kouder? Ja, het is lekker met kraan. Omdat de temperatuur kouder is. Ja, hoe kan het dan? Weet ik niet, vraag ik. Hetzelfde water. Goedemorgen, Joep. Weet jij mama lekker wakker gehouden vannacht? Ja. Ga je op mama liggen slapen hier? Ja. En toen op mijn arm? Ja, auw. Ja, toen hebben we arm auw. Ja, dat klopt. Heb je wel lekker geslapen? Ja. Ja, daar een eigen bedje. Ja. Joepie. Mama. Joepie. Joepie. Mama. Een kusje. Mama. Oh, met een vraagpak op de nacht. Ja, bij Luc in bed. Allebei hier in bed. Joepie. Luc hier. Hans daar. Dat was mijn dagje. We waren in Twente. Lopen de paardjes gewoon los. Lin, ben jij soms model? Ik denk dat als jongens kijken naar deze vlog, dat ze allemaal verkering willen met jou. Denk je niet, Jaap? Denk ik ook wel. Geen verkering. Of met snoetje misschien. Of met snoetje misschien, hè, snoetje? De mensen in de bus zeggen dag, 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 dag. Nee, dag, op dag, en neer, dag, papa. Dag, 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 op de bus gaan rijden. Nog een keer. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, als de bus gaan rijden. Aan, uit, aan, uit, aan, uit, aan, uit, als de bus gaat. Nou, een nieuwe hardstyle plaatje. Oh.
pak zijn oude broek weer op. Terrassen mogen we open? Ja, hi. Dat is nu. 12 uur. Terras Robert. Hi, gezellig. Ook dat hij tegen mij had. Moest jij nou nadenken over je eigen hond? Lekker jongens? Maar vind je het ook lekker? Lekker kippenpootje, hè? Eetjes voor het hoofd. Heb je honger? Lekker? Lekker de boterham, hè? Doe maar hapje. Doe maar hapje. Welke is lekkerder? Die? Ja, doe die maar happen. Die is helemaal poepa. Doe maar happen. Lekker, hè? Oh, wat lekker. Jeez. Nee, papa is helemaal niet lekker hoor. Cheese? Eén, twee, drie. We doen een nep lachen net als Peppa Big, hè? Eén, twee, drie. Wat doet een koetje? Koe. Boe. Boe. Wat doet een paardje? Kiep. Wat doet een kipje? Koekoe. Koekoekoe, dat is een haan. Wat doet een hondje? Boe-boe. Woe-woe-woe-woe-woe. Pa-pa-pa. Wat doet een ezel? I-a. I-a. Wat doet een konijn? Nee. En wat doet de aap? Goed zo. En wat doet de uil? Oeh, wat goed van jou. En wat doet Joep? En wat doet mama? Mama, mama. En wat doet papa? Papa, papa. Papa, papa. Muk? Kie. Kie? En Joep? Kie. Joep? Goe, goe. Nee, Joep, wat goed. Bobo, Bobo. Oké, dan een kusje. Neusje, neusje. Neusje, neusje. Nee, neusje, neusje. Lekker pakken. Nou, ik ben een gekke. Kopmuizen. Grappen en grollen jij. Dag allemaal. Oké, Joep. Hier liggen een paar snoepjes. Nee. Die mag je pas pakken als mama terugkomt, ja? Ja. Mama moet heel even naar de wc. En daarna mag je ze opeten. Als mama hier niet is, mag je niet opeten, oké? Okay? Mag niet, hè? Nee. Nee. Even afblijven. Tot zo. Niet aankomen, hè? Nee. Wachten. Wachten tot mama terug is, ja? Nee. Mama moet even plassen, ja? Ja. Niet aankomen, hè? Heb je mama gewacht? Oké, dan mag je. Goed zo. Wat goed met je mama. Ja, eentje, eentje. Eentje, ja? Die niet opeten, hè? Nee, nee. Niet opeten. Even wachten. Niet opeten, hè? Thank you.
mag jij niet. Oh. Oh, mag jij niet opeten? Geef maar mama. Dank. Zo. Mag niet, hè? Nee. Nee. Zeg maar sorry. Sorry, mama. Mama. Goed zo, Joep. Joep, wat doe jij daar? Die mag niet. Oh. Oh, geef maar mama. Geef maar mama. Zeg maar sorry mama. Nee, mama. Kusje. Mama. Zo, niet meer doen hè? Nee. Oké. Nou, ik ga de beide jongens even ophalen. Mux is voor het eerst naar de BSO geweest vandaag. Hij was vanochtend een beetje teruggesteld, want hij zei... Hoi, het is 1 juni geweest, het is vandaag 2 juni en ik zal vandaag naar de BSO. Maar hij was even vergeten dat hij daarvoor 's ochtends naar school moest. Dus hij begon vannacht wat lastig op school. Hij vond het niet zo leuk dat hij naar school moest. Een beetje verdrietig was hij ook op schoolplein, maar het is allemaal goed gekomen. Joep en kind afblijven zitten daar bij elkaar. Dus ik haal Muk nu zo op. Ik heb hem net om 3 uur opgehaald van school bij de BSO afgezet. Dus zijn oude peuterleidster, dat is helemaal top. En zijn buurjongen, dat is zijn beste maat natuurlijk, die zit daar ook. Er zit heel veel zin in. Hij moest wel een klein traantje pinken toen hij mij nog wel het raam zag. Zielig, zo. Zielig, maar ik denk dat het hem goed is gegaan vandaag, dus ik ga hem nu op. Doei! En mama, papa! Ah. Mama. Hi jongens, hoe was het? Nou, eindelijk ben ik weer een beetje in mijn normale habitat bijna. Ik ga weer naar de kappers in Hilversum, mijn vriendinnen. Haar is gewoon laten wassen. Veunen. Ah, lekker. Ontspanningsmomenten. Echt hè? Ik denk dat heel veel mensen dat veel meer waarderen. Denk ja, je dat weet ik zeker. Ja hè? Ik krijg ook heel veel waardering meer. Ja, echt. Iedere klant zegt, oh wat fijn dat jullie er open zijn. En ik denk ook wel dat mensen weer nieuwe afspraken weer sneller inplannen. Want ze veel te bang zijn. Dat ja, nee, dat is zeker. Ja. Daar maak ik me zo weer bang voor, hoor. Ja, met die uitvloeien, dat willen we niet meer. Van een wereldramp, hè? Ja. Wat zeg je? Wat? Van een wereldramp. Ja, echt. Huis. Als je statisch haar hebt, statisch. Top. Voor het eerst geprobeerd, ruikt heel lekker. Voor die kleine babyhaartjes, top. Haps, 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 haps. Mooi, hè? Dus, dit is jullie eerste keer vanillepudding. Nou, proef maar eens even of je dat wel lekker vindt. En je moet het niet alleen de saus, je moet zo hapje. Lekker. Lekker, hè? Joep ook? Nee. Oh, je pakt alleen maar saus. Nee. Ja, dat is lekker. Nee. Proef nou maar eerst. Lekker hè? Ik ga die volgende week kopen. Volgende week wil je die ook? Ja. Dus volgende week moeten we die weer kopen. Ja. Joep eet alleen de saus zoals gewoonlijk. Joep, dat gele vind jij lekker, dat is vla. Goed zo. Lekker? Vind jij die structuur een beetje gek? Leuk. Niet leuk? Nee. Nieuw woordje? Hey, welk woord mag je zeggen? Ik kan... Welk woord? Welk woord dan, Joep? Welke de koe? Hij wil jou even knuffelen. Dat was toch niet... Hey, welk woord was dat? Welk woord? Welk woord mag je niet zeggen? Nou, dat mag je niet zeggen, dus ja, dat weet ik niet. Welk woord mag je niet zeggen? Nee, ja, ik kan het niet hardop zeggen, want dan zeg ik het. Mag je niet zeggen. Hey! Dat mag je niet zeggen. Nee, dat moet je het ook niet zeggen. Dat is een gek stemtje. Alsjeblieft. Joep, is dit niet helemaal naar je smaak? Wil je iets anders? Ja. Die? Ja, die. Ik ga die nog slechter. Mama is jullie wel een beetje aan het vieren, hè? Maar jullie hebben heel goed gegeten, dus dan mag het. Oh.
Deze vind ik niet lekker. Vind je niet lekker? Nee. De chocola. Vind jij dat niet lekker? Ik wil het, maar ik wil hem eten. Oké, dan eet maar die. Mag ik schoonmaken? Mm. Lekker, Joep? Mm. Ja? Oh. Is het mijn raap? Waar moet je in, Muk? Moet je hoesten? Waar moet je in hoesten dan? Neus. Ja, maar waar moet je dan hoesten als je moet hoesten? In je? Nou, in de auto, op weg naar Twente, naar mijn vriendin Lisette Lubbers. We zijn met hele leuke ontwikkelingen bezig. Echt gek. Ik kan het nog niet allemaal verklappen, maar dat daar iets leuks aan komt, dat is zeker. Nee, het heeft niks met fotografie te maken. Doei! Oeh, een gootje. Leuk ding bedacht, veel te veel gegeten ook. Ja, je moet er wat voor over hebben om reclame te maken, hè, voor je familie. Nou, om reclame te maken voor de kapper. Omdat mijn haar er niet uitziet. Het is maar net hoe je bekijkt, hè. Gadverdamme, wat ik niet zeer. Nou ja, ik hoef niet met sproeien vandaag. Dit is echt zo spannend. Ik krijg dus nu een mailtje binnen dat de uitslag van de DNA-test van Jaap binnen is. Die van mij nog niet. Maar Jaap is er dus niet. Dit is ongeveer, nou oké, misschien iets minder erg, maar ik weet nog zo goed dat ik een mailtje binnenkreeg van de uitslag van de niptest van Meuk in die tijd. Of alles goed was, maar ook natuurlijk of het een jongetje of meisje was. Oh. En ik weet nog dat wij toen direct dat mailtje hebben doorgezet naar een vriendin van ons, Tamara, die de taart van ons zou maken voor jongetje of meisje. Dus zij was de enige die op dat moment al wist of Muk een jongetje of meisje zou zijn. We waren denk ik, ik was denk ik een week of 11 zwanger of zo, 10. Super spannend. Ik had wel gezien dat het gezond was. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar de uitslag van wat het nou echt was, dat zag Tamara alleen. Oh, wat was dat toen spannend. Echt, toen moesten we natuurlijk wachten dat zij de taart klaar had. En toen hebben we op het laatste moment, want we wisten niet wanneer die testuitslag kwam, iedereen bij elkaar geroepen in Twente om samen die taart aan te snijden. Oh, wat was dat toch bijzonder. Ik moet even kijken of ik daar nog een video van heb. Dat zal toch wel. Maar goed, dus nu heb ik weer een mailtje waarin een uitslag staat. En ik wil hem indrukken, maar ik doe het niet. Want ik wilde het natuurlijk samen doen met Jaap, want het is van Jaap. Maar toch, oh, ik ben zo nieuwsgierig. Vooral bij hem, weet je. Daar zitten zoveel verrassingen in. Dat kan niet anders. Ik ben echt super benieuwd. Het is wel grappig, want hij is nu de zelfspodcast aan het opnemen. En het gaat dus een tierenleer. Die heeft meer dan 100.000 luisteraars per week. Plus ook heel veel betalende extra abonnees. De tonnies. De supertonnies noemen ze dat. Maar vandaag nemen ze 2 afleveringen op. En eentje is over racisme natuurlijk. Waar ik heel blij mee ben dat gedaan wordt natuurlijk. En de andere is cultuur. Dus dat het op deze dag dan komt, deze uitslag. Nou ja, toeval bestaat niet, toch? Ik ben echt benieuwd. Ja, ik verwacht. Nou, er zit Italiaans in. Dat weten we. Maar wat daar in Nederlands-Indië is gebeurd en waarom ze naar Nederlands-Indië precies zijn vertrokken. Ik verwacht dat daar Indonesische roots liggen. Als ik naar de zussen van Jaap kijk en de moeder van Jaap. Maar op papier is dat dus niet. Dus dat maakt het allemaal een beetje bijzonder. Sowieso is het een heel bijzonder verhaal. Want de opa van de moeder van Jaap, die was de rechterhand van koningin Wilhelmina in die tijd. En hij heeft ook het wetboek geschreven. Zelfs mensen die rechter studeren, die zullen zijn naam wel kennen. Van Everdingen. Jaap van Everdingen is het. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal even af is gegaan in die familiegeschiedenis. Ook aan de kant van zijn vader. Want de kant van zijn vader, die stammen af van de, nou ja, Siewert van Reesema natuurlijk. Maar daar de kant van de moeder van de vader van Jaap. Dat is de familie Smit. Smit, zeg maar, met DT. En die hebben een juwelierzaak gehad in Amsterdam. Klinkt toch heel Joods? Maar ze zeggen dat ze niet Joods zijn. Maar toch, als ik naar ze kijk, met die bruine ogen, de vorm van het gezicht, het zou toch maar eens Joods kunnen zijn. Daar is er heel veel tevoorschijn gekomen in het stamboek, hoor. Want ze even naar boven komt en allemaal namen van de families. Van mijn kant en van die van hem. Er komen steeds, krijg ik elke keer een mailtje van, die zitten weer extra bij. En dat zijn echt voorouders van, ik weet niet hoeveel generaties terug. Met de foto erbij. Als je dus lid wordt daarvan, dan kun je ook de beroepen zien waar de mensen aan zijn gestorven. Dus wat er in je DNA zit. Nou, dat heb ik nog even niet gedaan, maar
Ja, misschien ga ik dat toch wel doen, maar ik dacht, er is best wel veel bekend over de familie van Jaap. Op papier dan. En die van mij eigenlijk ook wel. Mijn voorouders zijn Duits. En die zijn gevlucht dus. Vanuit Duitsland naar Nederland toen Adolf Hitler aan de macht kwam in het begin. En ze hebben echt Duitse afkomst heel erg afschuwd eigenlijk. Ik kan me wel voorstellen dat je daar niet trots op bent. Nou, die familie heeft zelfs in het verzet gezeten. En dat pad waar zij dat op hebben gedaan, daar ben ik onlangs nog geweest. Dat is in de Lutte en het heet Smokkelpad. Bij de Tankenberg. Dat is een van de mooiste plekjes überhaupt van Twente. Maar daar is een smokkelpad. En daar hebben zij dus heel veel over gesmokkeld. Maar ook briefjes over de grens gesmokkeld. Met het verzet natuurlijk. En ook onderduikers, et cetera. Dus ik weet daar eigenlijk ook niet alles van. Ik wou dat ik daar meer van wist. Want het is wel heel bijzonder dat ze dat hebben gedaan. Maar we hebben ook roots in Amerika liggen. Althans, aangetrouwd. Dus kijken of dat ook echt zo is. De man die als eerste op de maan is geland. Die zou getrouwd zijn met een cutter. Althans, een afstammeling van cutter. Dus ik ben benieuwd. Ik zou wel in de stamboom zien dat dat in Amerika dat daar naartoe gaat. Ik ben dus benieuwd of zij dat dan ook is. Leuk. Oh, ik hoop dat mijn uitslag ook vanavond komt. En dan kan Jaap als die terugkomt met mij samen die uitslag zien. Oh, wat spannend. Mijn hele familie vindt het ook zo leuk. En de familie van Jaap. Het is toch zo leuk voor onze kinderen om het ook door te kunnen geven. Ja, ik vind het dus heel leuk. Nou, het lijkt net of ik er reclame van maak, maar dat doe ik helemaal niet. Ik heb het gewoon zelf betaald, maar ik vind het zo spannend. Ik vind het zo leuk. Ik zou dus ook heel graag dat Jaap en ik misschien samen, dat we mee zouden kunnen doen met Verborgen Verleden. Vooral aan de kant van Jaap is het zoveel interessant. We denken, oh, zoek dat eens uit. Want Siewert van Rezen, maar dat schijnt van oorsprong een adellijke naam te zijn, maar dat hebben ze nooit geaccepteerd, dat wilden ze niet. Er zit ook wel wat fouts daar ergens in de familie, hoor. Eén iemand dan, die dat allemaal verafschuwde. Maar voor de rest zijn het allemaal hele mooie dingen wat ze hebben gedaan. Degene die Nationale Nederland heeft opgezet, maar ook de dierentuin in Rotterdam. Dat is familie, of dat is weer een voorouder van Jaap. Ja, echt veel mensen, veel juridische mensen in de familie en ook veel artsen. Ik geloof eigenlijk niet zoveel creatieve mensen zoals Jaap. Volgens mij is dat ergens misgegaan. Nou, de broers en zussen van Jaap kunnen allemaal muziekinstrumenten bespelen. Niet dat ze dat nog doen. Maar die kunnen volgens mij aardig zingen met z'n allen. Jammer hè, dat ze dat eigenlijk niet meer doen. Alle neefjes en nichtjes spelen allemaal niks. Sowieso is dat wel zonde dat dat niet meer wordt gedaan. Nou ja, dat is dus de tweede aflevering van vandaag van dezelfde podcast. Cultuur, dus niet in de zin cultuur waar je vandaan komt, maar wel ook. Maar ook kunst en cultuur. Dus het werk waarin wij zitten, waar met name Jaap zich natuurlijk in bevindt, zijn steeds minder muzikale kinderen. Echt best zonde. Nou, ik moet ook zeggen, ik heb Muk zo vaak proberen op te geven voor muziek op schoten. Maar elke keer zit het vol. Of er zijn te weinig groepen of wat dan ook. Te weinig mensen die les kunnen geven. Dat is wel zonde. Ik wil het al heel graag, heel lang. Maar we komen er maar niet tussen. Maar goed, even terug te komen op wat me heel erg speelt bij mij deze week. Dat is toch de demonstraties. Het racisme wat dus ook heel erg nog steeds heerst in Nederland. Dat vind ik echt heel erg. Ik heb er echt. Jaap en ik hebben samen niet van kunnen slapen. We hebben samen een beetje om gehuild. Ja, dat klinkt nu heel stom misschien als ik het zeg. Maar er zijn een aantal mensen die we kennen en die daar toch heel erg mee hebben gezeten en het nooit hebben durven zeggen. En het komt dan zo langzaam naar boven hoe mensen over ze praten terwijl ze er zelf bij zijn. Dat vind ik wel heftig hoor. Ik vind het toch heftig. Maar tegelijkertijd is het ook. Je bespreekt het ook misschien niet zo makkelijk omdat je bang bent dat het gevoelig ligt of dat je het verkeerd zegt. Wij werden vroeger opgevoed met donkere mensen in plaats van zwarte mensen. Maar ja, zwarte mensen, dat zeggen dus andere mensen. Maar ik durf dat dus niet zo te zeggen omdat het niet in mij zit om dat te zeggen. Maar toch hoor je steeds meer donkere, kijk, zo ben ik opgegroeid, ja, ik kan er ook niet aan doen. Zelf zeggen van de zwarte gemeenschap. Dus je negeert het maar een beetje, die woordjes, omdat je bang bent dat je het verkeerd doet. En dat is natuurlijk ook niet goed. Ik zou ze graag willen weten hoe ik het wel moet doen. Wanneer doe je het wel goed? In elk geval kan ik heel goed in de spiegel kijken, omdat ik totaal niet racistisch ben. Nul. Ik ben super geïnteresseerd in andermans cultuur. Maar ook in de Twentse cultuur. Maar ook in de culturen van mensen over de hele wereld. Dat heeft ook al te maken met hoe wij vroeger op vakanties ook zijn gegaan, moet ik eerlijk zeggen. Wij hadden het geluk dat wij best wel veel konden reizen met mijn ouders. En mijn ouders ons ook echt meenamen naar de binnenlanden. En om daar een stukje geschiedenis van die land op te doen. Maar ook om met eigen ogen die heftige situaties te zien. Dat was als kind zijn best wel heftig. Maar wel heel goed om dat te zien. Daarom denk ik ook dat ik altijd heel graag
graag ontwikkelingswerk heb willen doen. Me in willen zetten voor goede doelen. En ja, dus ik weet niet. En Jaap heeft dat ook heel erg. Het zit heel erg in onze DNA, denk ik. Letterlijk en figuurlijk. Ja, Jaap zijn moeder heeft ook veel in Afrika gewerkt. Dus arts. Ja, wij zijn heel erg mee opgegroeid om open te staan voor allerlei culturen en achtergronden. Maar je wil het daardoor misschien ook wel heel graag goed doen. Als je toch bang bent om het verkeerd te doen. En als ik dat dan hoor, toen mensen die wij nog kennen, vroeg als kind zijnde, rond Sinterklaarstijd, november en zo. Ja, eigenlijk liever niet wilde spelen buiten op straat. Of dat ze haar wilde invlechten dat het niet kroeshaar was. Omdat dan de associatie met de Pieten werd gelegd. En dat er dan steeds op straat naar ze werd geschreeuwd. Maar ook veel heftiger. Ik wil het niet eens noemen, hoe heftig. Ik vind het wel heel, heel zielig dat mensen zo hebben moeten leven. En dat ze het altijd maar hebben moeten slikken. Dus ik vind het wel goed dat het nu, door de dood van George Floyd, wat verschrikkelijk is. Hopen wel de wereld nu wakker geschud. En dat komt mee door corona, omdat mensen nu thuis zijn. Dat weet ik zeker. Normaal gesproken leven we allemaal zo snel. Horen we dat soort dingen niet goed? Of ja, weten we ook eigenlijk niet wat er allemaal speelt in Amerika? Want we krijgen gewoon niet alles in die mate mee. En dit heeft iedereen misschien wel even wakker geschud, ook in Nederland. En als je dan in één keer heel veel bekende mensen ook in Nederland hoort over hoe zij daar vroeger mee hebben geworsteld, komt dat toch wel echt binnen. Dat hoop ik tenminste. Nou, bij mij kwam het dus wel hard binnen. Dus ik heb een post gepost en een story wat me heel erg raakte. En wat mij toen nog meer raakte was dat ik eigenlijk vrij weinig reacties kreeg. Ik kreeg best wel veel reacties. En ik kreeg echt wel reacties van mensen die daar heel bewust mee bezig zijn. Maar ook het zelf hebben meegemaakt. Dat ze racistisch met ze is omgegaan. Maar toch viel het mij tegen dat heel veel mensen er niet op reageerden. Of het zelf posten of wat dan ook. Ik vind dat toch iets zeggen over mensen. En misschien moet het even wat. Weet je, is het ook heftig dat je dit zo leest? En moet het even aarden? En moet je er even een nachtje over slapen? En dat je daarna pas denkt hoe het echt is? En dat is ook goed. Want dan ben je er heel wel overwogen mee bezig. En misschien dat al iets langer in ons systeem zit. Maar ik vind het wel heftig dat er toch nog wel een groot contrast is in Nederland. En ik hoop niet dat het contrast nu groter wordt. Ik hoop dat men wat dichter bij elkaar komt. En dat men ook wat meer begrip heeft voor de situatie. En dat men ook accepteert dat wij dat allemaal hardop zeggen. Ik denk ook dat je dat moet doen. Want als je niks zegt, dan stem je er dus mee in. Dus dan ben je het er mee eens. Of dan ben je het er eerst niet mee eens. Of wat dan ook. Maar in elk geval vind je het oké dat het gebeurt. Dat vind ik heel erg. Ik wil niet dat men dat zo voelt. Als iemand een racistische opmerking maakt. Of althans, misschien wel helemaal niet doelt. Maar dat het zo ingebakken zit in het systeem. Dan ga ik nu wel mijn mond optrekken. En voorheen, als iemand het zei. Behalve als het echt racistisch was natuurlijk, dan trok ik de mond wel open. Maar, en dat doe je zeker al met mensen die dichtbij je staan. Maar ik vind eigenlijk dat we elkaar daarop moeten kunnen aanspreken zonder dat we elkaar aanvallen. Het is meer onwetendheid, denk ik. Dus het is goed dat dit besproken wordt. Maar ik hoop ook, weet je wel, dat dit gewoon het hele jaar nu eventjes die aandacht krijgt. Niet alleen maar weer rond november, december. Dat het weer op die manier aangeswengeld wordt en dan alleen maar mensen, omdat het traditie is, er tegen zijn. Weet je, laten we dat eens loszien en eens gewoon kijken naar hoeveel pijn het mensen doet. En dat moet toch zwaarder wegen dan een traditie waarvan wij misschien, ja, weet je, tuurlijk zijn we daarmee opgegroeid. Het is ook een hele mooie traditie, maar er zitten nog wel haken en ogen aan. Wat wij vroeger gewoon niet wisten, waar of niet waar. Dus het is nu goed met de kennis dat we nu hebben, dat we dat langzamerhand een beetje gaan aanpassen. En ja, in de ene regio is dat al wat meer normaal, genormaliseerd dan de ander. Ik merk er ook zeker dat het in Twente allemaal nog, dat lastiger is, dat men dat nog niet zo begrijpt. En daar ben ik ook niet boos op, helemaal niet. Maar het heeft wat meer tijd nodig. De uitslag. Spannend. Wat denk jij? Ik ga niet meer. Italiaans, denk jij? Toch? Nee, Italiaans moet. Dat zit erin. Het zou heel raar zijn als dat er niet uitkomt. Mag ik even kijken? Laat mij zelf eens even kijken. Ja, maar jij leest dat zelf. Nee, ik kom eens hier. Ik wel zelf. Samen. Ja, ik wil het zelf zien. Is er iets met onze En dan is het goed. Ja, is 50,4% Engels. Dat slaat helemaal nergens op. 32,5% Scandinavisch. Kwam ook al uit Jastambom, Engelsjes. Je ziet hem maar. Ashkenazisch. Joods, 10%. Ja, wat is dat dan? 4,1% Fins. Heel hard. Ja, maar dat is 3%. 3% is wel Aziatisch. Ja, maar dat is niks. Centraal-Aziatisch. Ja, dit slaat echt helemaal nergens op. We kijken volledig. In hoeverre is dit echt? Ja, dat is echt. Dat is nee, DNA. Ja, maar DNA. Ik bedoel, met wie is dat? Hoe is dat getest dan? Ja, dat is natuurlijk niet echt. Wat? Je hebt ook DNA-matjes kunnen kijken, wie je op DNA-matje bent. Kijk, dat Scandinavisch, dat snap ik wel. Maar er staat bijvoorbeeld
Oké, okay, hoe werkt het dan dat je helemaal niet mee moet? Ja, dat je al een beetje mee was. Ja, zo kan nee, ik ook zeggen. Natuurlijk... Ik kan ook zeggen, je komt toch weer hier vandaan. Nee, ja, doe niet zo negatief. Dat nee, is niet waar. Het is niet waar. Je ziet zelf ook hoe groot dat gebied ja, is. Ja, maar ja, jij bent al op een redelijk in Nederland is beland, maar... Ja, maar ik ben dus eigenlijk gewoon... Dit is allemaal Kazachstan. Afghanistan. Ja. Dan ga je iets verder kijken. Ben je nou met je? Ik zou niet wat anders doen. Oh, doorgaan. Die staan allemaal al. Rustig. Het is dus maar 1,3%. Maar we vinden het allemaal met elkaar iets van. DNA. Ik moet het eerst even goed uitzoeken hoe het werkt. Het is gewoon onbegrepen. Ik vind het ook wel heel raar hoor. Zou het kunnen of niet? Weet ik niet. Maar ik vind geschatte etniciteit. Wat is dit? Maar Europa ben je natuurlijk het meest. 50,4% Engels, maar ik bedoel niemand van mijn hele... Wel, kijk maar je stamboom. Je deel veel Engels. Die komen niet uit Engeland. Die komen niet uit Engeland. Ja, ja, maar mijn vader heeft een hele stamboom liggen die wat niet zo is. Dus dat is een beetje gek. Ja, ben je wel. Je hebt dus ook Engels en Scandinavisch. Ja, oh ja, in die tijd. Ja, maar net van Kim. Ja, dit waren andere types. Ik wil die van mij. Ja, die stonden net. Nee. Geert. Jij bent vooral Scandinavisch dus. Ja. Is het niemand, je hebt toch 100% Europees. Scandinavisch 44,7% Engels. Maar jammer, dan heb ik niet die intro. Ja, dat is ook wel. Kim, ik ben het. 44,7% Scandinavisch. 34,6% Engels. Ik ben het zoals jij. Dit kan niet gewoon. Dit kan niet toevallig. Dat kan niet. Nou ja, kijk maar. 20,7% Noord- en West-Europees. Dat klopt natuurlijk. Ja, maar kijk, bij mij zit er helemaal niks. Hoe kom ik nou zo bruin? Ik ben gewoon hartstikke Europees. Geweldig. Oké, okay. Nou hier toe. Ik wil ook kijken of ik DNA-matches heb. Ja, maar ja, natuurlijk heb je DNA-matches. Dat zal het vet zijn. Maar ik heb wel een derde graad 99 in Australië. Dat is altijd handig. Ja?